We hebben de lijst met de meest extreme sporten waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Op nummer 25 staat solo climbing. Climbing? Climbing? Hij zit niet eens aan een touw vast. Hij zit zonder touw een berg te beklimmen. Die man is gestoord. En op nummer 24 staat dit. Ze gaan met kinderouders van een berg af. Oh, maar dit gaat best hard. Oh shit. Ik heb zelfs nog geen één autootje voorbij zien gaan die niet valt. Kijk maar, ze vallen allemaal. Oh. Dit is skeleton. En hiermee gaan ze met een bizar hoge snelheid over het ijs. Dit heb je misschien wel eens bij de Olympische Spelen op tv gezien, maar dit gaat echt hard. Ja, ze liggen letterlijk maar op een plankje. Hij gaat nu al 120 km per uur. 120? 120. Dat is te hard. Dat is te hard. Je mag maar 100 op de snelweg. Geflitst. Ja, mensen, dit is gewoon gek. Mountainbiken lijkt saai, maar je kan het ook zo doen. Trekt hij nou een wheelie? En als we het net over een dun randje hadden, nou, dit is pas dun. Holy shit. Holy shit. Dit is extreem. Gaat hij het halen, ja of nee? Ja. Ik denk het ook. Hij haalt het. Serieus? Altijd als er zo'n tractor over de weg rijdt, dan denk ik ook wel, ik kan er echt wel onderdoor fietsen. Dat denk ik wel, ja. We zijn hier naar een vrouw aan het kijken. En wat gaat ze doen? De vrouw gaat van een platform afspringen. Dit noem je ook wel cliff diving. Ze ziet ook niet eens waar ze heen springt. Die was wel mooi. Die was heel mooi. Oh, hier gaat iets totaal mis. De... Ayoub! De wifi! Waterfall kayaking. Dit is zelfs wel heftig. Maar als je met je hoofd tegen zo'n rots aanklast, ja, dan doet het pijn. Op nummer 19 staat BMXing. Ik wist niet dat ze dit echt met zijn grote halfpipe deed. Nee. En ik snap niet hoe je die fiets onder controle kan krijgen. Oh. Dit is een BMX, geen fietsring. Ik wist niet dat dit een sport was. Ik weet ook nog niet wat er gaat gebeuren. Dit is sorbing. Je gaat in zo'n bal met water en je wordt van een berg afgerold. Deep diving. Dit vind ik niet leuk. Water, dieptes, nee. Dat vind ik gewoon eng. Dat vind ik echt eng. Hij heeft een onderbroek over zijn pak in. Nice. Hoe lang denk je dat die onder water kunnen? 25 minuten is het record dat hij zo lang onder water is. Zonder adem. Zonder adem. Ik zou niet meer weten dat boven onder is, denk ik. Zit hij nou ook onder het ijs? Hij zit onder het ijs. Dus mentaal gestoord noem ik dit. Dit vind ik leuk. Dit vind ik echt leuk. Motocross freestyle. Freestyle motocross. Dit heb ik vroeger stiekem best vaak gekeken. Ja, ik ook wel. Dit was vroeger altijd op tv. Oh, daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Zo. Hij raakt gewoon niks aan in de lucht. Nee. Hij draait een rondje. Kijk, hoppa. Hij is los van de motor. Dit kennen jullie vast wel, blobbing. Zo, maar deze gaat best hoor. En ik wist ook niet dat dit een sport was, maar blijkbaar wel. Blijkbaar is dit een sport, want je kan er ook echt aan winnen. Het is zelfs niet maar de vraag hoe je wordt gelanceerd. Want het kan ook zijn dat je verkeerd wordt gelanceerd. En ik denk dat jij ook beter gewoon op de blob kan springen. Zo. In plaats van eraf vliegen. Waarom? Zwaargewicht. Oh. Nummer 12, Ice Cross Downhill. Oh. Dit is op schaatsen en dan moeten ze een wedstrijdje zo'n parcours afleggen. Dit gaat echt snel. Dit is extreem. Dit is echt. Dit hoort in het lijstje thuis. Ik zou dit wel een keer willen doen, maar nog niet in wedstrijdvorm. Ik wel. Want ik denk dat ik ga winnen. En nu ben ik echt benieuwd wat er zelfs op nummer 1 staat. Dat moet wel heel heftig zijn. Dit ziet er echt heel leuk uit. Dit is satisfying gewoon. Ja, maar hoe hebben ze die baan überhaupt gemaakt? Nou, met sneeuw. Het is leuk, maar nog niet zo extreem. Zou dit dan wel extreem zijn? Ja, ik denk het wel. Ja, daar gaan we heen. Oh, we gaan weer naar een halfpipe. Oh, die zie je hoog. Dit gaat echt hoog. Die vliegen echt. Oh ja, daar gaat hij draaien. Daar gaat hij draaien. Dit is canyon swinging. Oh, dit is niet leuk. Ze gaat hier niet springen. Ze gaat wel springen, Rick. Ze gaat echt springen. Ik vind het heel spannend. Duwen. Oh, hij gaat echt duwen. Hij heeft er vanaf geduwd. Oh, waar gaat hij heen dan? Tegen de andere kant van de rots aan. Dit is wingsuit flying. Ja, het ziet er heel makkelijk uit. Maar hoe ga je dit oefenen? Je kan niet zomaar even van een berg op springen. Gewoon doen. Je zou denken dat surfen niet gevaarlijk is. Nou, als je deze golf achter je hebt... Dan denk ik het wel. Dan is het ook best wel gevaarlijk. Want het allervetste lijkt me echt om in zo'n golf te zitten. Ja, dat je in die tunnel gaat. Ja, kijk zo. Net zoals dit. Oh, dit is zo vet. Op nummer 5 staat ook een sport waar ik nog nooit van gehoord heb. Snowkiting. Ik heb wel eens gehoord van kitesurfen. Dus ik denk dat dit kitesurfen is, maar dan met snow. Ja, en op skis. Hij gaat bergop, hè? Hij gaat bergop. Hij gaat gewoon bergop. Dus ga je zo bergop en bergaf gewoon zonder iets. Ja, dat is echt ideaal. Dus als je niet wilt betalen voor de lift... Kom een vlieger. Oh. Oh, ja. Kijk hoe diep dat is. Dat is echt zo hoog. En dan gaat hij over een touw lopen, ja. Dan ben je toch lichtelijk gestoord in je hoofd. Hij zit niet vast. Hij zit niet vast. Jongeman. Hoeveel vertrouwen heb je dan in jezelf? Te veel. We zijn bij de top 3 aangekomen. En op nummer 3 staat skateboarding. Maar dan downhill skateboarding. Ik heb dit al een keer gezien. En dit is echt... Ik snap niet waarom je dit doet. Er kan zomaar een auto aankomen, hè? Ja, je rijdt gewoon auto's, serieus. En het is ook niet zo dat je even een rem hebt op zo'n skateboard. Zijn er ook mensen die erop gaan liggen, maar kijk die auto's die er rijden. Er rijden heel veel auto's. En die gaat 80 miles per hour. Hoeveel kilometer per uur is dat? Ik gok 120. Nou, laat maar weten hoeveel het echt is. Monster truck op nummer 2. Holy shit. En hij vliegt de lucht in. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Maar dat maakt voor een monster truck niet uit, want die leeft gewoon nog. Ja. En of dit extreem is. Kijk hem vliegen dan. Zo. Ja, het lijkt nou of de wagen kapot is, maar volgens mij
Is er niks aan de hand? Niks aan de hand, alleen de buitenkant. De kap gewoon kapot. Ben je klaar voor? De nummer 1. De nummer 1. En dit is, wat is dit? Air Racing. Ja, hier gaan ze met vliegtuigen door pionnen heen racen. Ik heb hier serieus nog nooit van gehoord. Nee, ik heb dit vroeger wel eens op tv gezien, maar dit is echt, dit gaat echt hard. Maar moeten ze nou door die dingen heen? Ze moeten allemaal door de pionnen heen. Oh, ze moeten ook rekening houden met de wind? Ja, kijk. Oh, ja. Hij is gestart. Kijk, hier moet hij slalomen. Kijk hoe hard het gaat. Huh? Kijk hoe snel dat van links naar rechts gaat. Maar gaat het dan om de snelste tijd? Ja, ja. Kijk, en dan komt heel veel G-kracht bekijken. Echt, dat is... Wil jij nou dat wij bij jou op bezoek komen met een van zo'n stuntvliegtuig? Dan moet je ons volgen op Instagram. Rickleven, YesWise. Echt heel misschien komen wij met zo'n vliegtuig bij jou thuis. Even koffie drinken. Nee, ik denk het niet. Oh ja, je bent een drol en je lijkt ook op een drol. Je lijkt ook op een drol.